De social media plan. Social media is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de, ja, eigenlijk de manier waarop we communiceren met elkaar. En in mijn ogen, als je dus ook niets met social media doet als bedrijf zijnde, laat je enorme kansen liggen. Nou, dat zal waarschijnlijk geen nieuwe informatie voor je zijn. Waar gaan we het dan wel over hebben? Ik doorloop enkele zeer belangrijke stappen voor het vormgeven van je eigen social media plan. Wat wij keer op keer verkeerd zien gaan, is dat iedereen tegelijkertijd op zoveel mogelijk kanalen aanwezig is en eigenlijk een heel sterke strategie mist. Geloof me, ik ben er zelf ook geweest. Ik heb het ook allemaal gedaan. Ik ben ook elke keer weer op mijn plaat gegaan. Alleen toen ik op een gegeven moment ging werken met het social media plan, wat ik heb vormgegeven en de stappen ga ik met je delen, bouwde ik elke keer volgers op. Op Twitter stegen we naar de 50.000, 60.000 volgers. En nu zijn we van Twitter afgestapt en zijn we met LinkedIn begonnen. En ook daar groeit mijn netwerk gestaag en zijn we nu al bijna op de 11.000 volgers. Hoe we dat precies hebben gedaan, dat komt allemaal in deze woensdag gemakdag aflevering naar voren. Hoe zorg je voor een sterke social media plan of strategie? Ik raad je aan om allereerst, mocht je nog geen lid zijn van de woensdag gemakdag, zorg dat je ergens je abonneert, zodat je geen enkele aflevering meer mist. Ik verwijs ook namelijk in sommige video's naar vorige afleveringen. Dus heb je geabonneerd, dan heb je altijd een compleet plaatje. Kijken we naar je social media plan, dan begin je allereerst met wat wil je uitstralen. En hoewel het als een logische stap klinkt, zien we heel veel social media berichten gedeeld worden. Waarvan ik me dan afvraag, wat wil je nou uitstralen? Wat is de overkoepelende boodschap die jij aan je volgers wilt meegeven? Vind jij het prima om privéberichten te delen? Blijf dat dan doen. Maar verwerk het dan wel in een soort van social media plan. Van wat wil ik uitstralen? Ik wil uitstralen dat ik naast mijn zakelijke kant ook een privékant heb. Ik wil uitstralen dat ik iets goeds wil doen voor het milieu. Ik wil uitstralen dat ik heel erg anders nadenk over mijn personeelsbestand. Kortom, wat is dan eigenlijk je visie? Waar wil je naartoe? Wij willen uitstralen dat in onze ogen online marketing ook een stuk makkelijker kan. En dat we niet heel formeel hoeven te zijn om, ja, ook professioneel te kunnen zijn en bepaalde resultaten voor opdrachtgevers te houden. Daar hebben we een hele sterke visie over. Ik geloof en ik ben er heilig van overtuigd dat je van elke website je beste werknemer kan maken. Je beste werknemer maken is onze hoofdvisie, het doel, eigenlijk, ja, bijna onze droom om heel Nederland in ieder geval een website te geven die zo goed werkt dat het eigenlijk bijna te vergelijken is met een werknemer. Keer op keer, als wij social media berichten delen, heeft het dan ook te maken met het optimaliseren en verbeteren van je website. Het is prima om een keer een ander berichtje te delen, maar blijf wel je visie volgen. Blijf consistent en denk dus na van welk doel wil ik bereiken. Is jouw doel bereikt als je meer volgers krijgt? Is jouw doel bereikt als je klanten krijgt? Is jouw doel bereikt als jouw bericht gigantisch veel andere mensen bereikt? Is je doel bereikt als je stijgt in je bezoekersaantallen? Schrijf dat doel op. Denk dan vervolgens na hoe je dat doel ook gaat monitoren. Dus stel, zoals wij dat in de marketing noemen, KPI's vast. Dus op welke punten ga jij dit plan monitoren en eens in de gaten houden van wanneer, ja, ben ik goed bezig? Wanneer heb ik een goed plan gemaakt? Vervolgens ga je nadenken over welk kanaal het beste bij jou past. Natuurlijk kun je een keuze maken. Oké, welk kanaal past het beste voor mijn klanten? Dus vanuit de salesgedachte. Ik merk in de praktijk dat elke professional die iets met social media doet, zijn eigen voorkeur heeft. Zo ben ik niet zo heel erg fan van Instagram, hoewel we dit regelmatig inzetten voor onze opdrachtgevers, omdat die daar eigenlijk, ja, de meeste klanten uithalen, heb ik een persoonlijke voorkeur voor LinkedIn. Ik ben op een gegeven moment afgestapt van Twitter,
Er wordt af en toe nog wel wat gedeeld op Twitter. Maar mijn social media plan, mijn strategie, mijn focus ligt op LinkedIn op dit moment. En doordat ik met dat social media plan, dus eigenlijk die strategie, heel consistent en heel gericht op één platform continu bezig ben, zien wij dat we elke week weer tientallen volgers erbij krijgen. En aan het eind van de maand soms enkele honderden. Dus zorg ervoor dat je een keuze maakt van of je kiest van oké, op dit social media kanaal zitten mijn klanten. Dus ik bijt door en ik ga er gewoon voor. Of kies het social media kanaal waar jij je het meest thuis voelt. Dus het kanaal waarvan jij denkt van dit vind ik het meest prettig. Dit past het beste bij me. En zorg dat je daar dan continu op deelt. Als je gaat delen, zorg dan in de volgende stap dat je nadenkt over een social media kalender. Google eens op social media kalender. Er zijn talloze bronnen te vinden. Waarbij je dus voorbeeldberichtjes kunt bekijken. Denk na over je social media kalender. Wat zijn bijzondere momenten in jouw eigen leven, in je zakelijke leven, in het bedrijf zelf, maar ook in het algemene leven. Maak eens een bewuste keuze. Gaan jullie meedoen met Black Friday? Doe je iets met Sinterklaas? Doe je iets met kerst? Ga je met Secretaressendag iets doen? Of Rokjesdag? Kijk eens op inhaakkalender of op social media kalender wat voor dagen er allemaal zijn. En maak eens een bewuste keuze voor jezelf. Ga ik hier iets mee doen? Er zijn er talloze bedrijven die elk jaar weer met een 1 april grap komen. Iedereen weet dat het een 1 april grap is. En toch zijn dat soort bedrijven die daar consistent mee bezig zijn. En het is niet dat ze dan, jongens, morgen 1 april, we moeten nog even een berichtje maken. Door daar van tevoren over na te denken, garandeer ik je dat je betere berichten zal plaatsen. Dus heb jij nagedacht over wat wil ik uitstralen? Ben ik persoonlijk, vriendelijk, informeel? Maak ik grapjes? Verwerk je humor? Laat je ook je team zien? Laat je het hele bedrijf zien? Laat je een stukje van je privéleven zien? Wat wil je uitstralen? Wat voor karakter past het beste bij jou en je bedrijf? Dan denk je wat is je visie? Waar word jij 's ochtends wakker van? Waarvan heb jij een bepaald doel of een punt aan die horizon van dat wil ik bereiken? Daar wil ik mijn hart voor maken. Wat zijn de gesprekken die je standaard op een verjaardag hebt? Waarvan je merkt van dit is een onderwerp waar ik enthousiast van word. Doordat jij een onderwerp vaststelt in je social media plan waar jij enthousiast van wordt, is het ook een stuk makkelijker om social media berichten in te plannen. Is het een stuk makkelijker om je enthousiasme uit te stralen op video, in je tekst, in afbeeldingen, wat dan ook. Vervolgens, in stap 3, denk je welk doel wil ik bereiken? Wil je meer nieuwsbriefleden, meer mensen op je workshop, meer mensen op je training, meer klanten, meer webshopverkoop? Denk daar van tevoren over na. Als ik jou nu een doel geef, uiteindelijk moeten mensen zich inschrijven op je nieuwsbrief, dan zul je automatisch al beter gaan nadenken over je social media berichten. Vervolgens maak een bewuste keuze voor het kanaal. Kies voor het kanaal waar je het beste thuis voelt, of kies voor het kanaal waarvan je weet, hier zitten mijn potentiële klanten op. Vervolgens ga je vormgeven aan je social media kalender. Welke berichten wil je delen? Op wat voor soort momenten in het jaar ga je inhaken? En denk daarbij dus ook na over je doel. Stel dat het webshop verkopen is en het is Sinterklaas. Natuurlijk is het dan niet zo moeilijk bedacht om dan eens een keer een korting te geven. Heel veel mensen spelen in op kerst. Persoonlijk ben ik meer een voorkeur voor het feest Sinterklaas. Wij spelen daar ook op in door onze klant eerder iets met Sinterklaas te geven of een leuke actie te bedenken dan met kerst. Vervolgens, als je dat hebt bepaald, ga je evalueren. Pak een half jaar of in ieder geval minimaal 3 maanden. Kijk wat voor resultaten je hebt behaald, die je dus eerder hebt vastgesteld. Evalueer, schaaf bij en ga vervolgens weer verder. Ik durf te beloven, als je deze 6 stappen standaard aanhoudt, dat ook jij je volgers en je bereik en bepaalde doelen zal gaan behalen. Mocht je vragen hebben, suggesties voor een volgende woensdaggemakdag aflevering, laat dat van je horen en dan zie ik je bij de volgende aflevering.